Goedemiddag allemaal. Het is natuurlijk logisch om nu te gaan zeggen fijn dat jullie er allemaal zijn. Maar het is vanmiddag wel heel fijn. En dat komt ook omdat we een beetje een idee hebben van wat er ongeveer komen gaat natuurlijk. Het idee, even dat iedereen de juiste context kent, is ooit bedacht door Sjaak van Gorp van Ornish Motors. En gezegd, wat zou het nou mooi zijn als we nou niet in hele grote gezelschappen, maar gewoon aan de keukentafel bij Sjaak in het bedrijf lekker kunnen ontbijten. En dan met Willem. Kennen jullie Willem van Hanegem trouwens? Met Willem. Even overnemen, Frank. Willem van Hanegem is een jongen die vroeger is begonnen met voetbal. Nou ja, de rest is. En Peter Houtman kennen jullie ook, hè? Maar. En dat hebben we een aantal keren gedaan bij Sjaak aan de keukentafel. Geen één van die keren leek op die andere keren. Zodat jullie niet denken van, we hebben natuurlijk een maand geleden zaten we in Walhalla, volgende maand zitten we weer ergens. Dat jullie niet denken, het is een stukje, er wordt met geen woord over gesproken van tevoren. En er ontstaat gewoon een gesprek. En het leukste is als jullie gewoon aan dat gesprek meedoen. Je hoeft niet op je beurt te wachten, je kan roepen, je kan met je mening komen met vragen. Dat wijst zich allemaal vanzelf. Maar we beginnen met een lied. Dat ooit is geschreven door Gerard Cox, die hier is. Ik ben geneigd, Gerard, om jou. Ik weet niet eigenlijk of dat je instemming kan wegdragen. Maar om jou de grootste artiest te noemen die Rotterdam ooit heeft voortgebracht. Dat klopt. Ja. En ik meen het ook nog, als je 60 jaar bezig bent in een vak. En dan nog steeds bij de beste hoort, ben je ook gewoon een hele grote. Die heeft dat lied geschreven samen met Nico Dem en met Nico Tempelman. Die de eerste regel van dat lied schreef. Tevens een van de mooiste regels. En dan hebben we de artiesten. Is er iemand die Steve Voorde niet kent? Zie je? Als we zeggen de tunes. Als we zeggen de tunes, weten iedereen het. Maar nou ja, jullie gaan het vanzelf meemaken. En waar ik hartstikke trots op ben, dat we hem hier als zanger hebben. De goalgetter Peter Houtman. Mannen, het is aan jullie. Nou, dan zullen we maar beginnen, Steve. Applaus voor Steve. Oh, ja, Steve horen. Ja. Schrijf blijven. En van hetzelfde bouwjaar, hè? Dus dat scheelt ook nog. Dus moet goed gaan. We gaan maar eens beginnen. Hè? Nou, daar gaan we, jongen. Ja, daar komt ie. Toen wij in Rotterdam nog knokten voor titel en Europa Cup. De beste waren van de wereld. Feyenoord, één grote topclub. Toen hadden wij een fijne jongen op het middenveld bij ons aan boord. Die altijd voorop in de strijd ging, maar nooit van verliezen had gehoord. Want Willem, dat is een legende, mooiste dat Feyenoord overkwam. Die eens gelijken in me kende, het pareltje van Rotterdam. Ik ga voor u die man bezingen en alle woorden die zijn waar. Ik heb mooie herinneringen aan deze voetbalkunstenaar. Zijn passes waren legendarisch, hij leek een beetje traag, maar toch. Het staat nog altijd op mijn netvlies, zijn traagheid was gezichtsbedrog. Want Willem, dat is een legende, mooiste dat Feyenoord overkwam. Die zijn gelijken in me kende, het pareltje van Rotterdam. Pam, pam. Nou, we gaan verder. Precies 109 keren scoorde hij voor Feyenoord. We kunnen hem hier dus wel eren. Maar wat wel eens vergeten wordt, die
die goal toen tegen AC Milan. De voorzet was van onze Koen. En Willem liep daar tegenaan. Een blinde had dat kunnen doen. Komt-ie. Is het zeer gehad? Want Willem, dat is een legende. Het mooiste dat Feyenoord overkwam. Ja. Ja. Want Willem, dat is een legende. Het mooiste dat Feyenoord overkwam. Die zijn gelijken in legende. Het pareltje van Rotterdam. Pam, 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 pam. Ja, dat pam, pam is mooi. Had altijd lak aan discipline. Daaraan had hij een broertje dood. Dus tegendraads werd zijn routine. Veel liever ging hij nog voor rood. Geen wonder dat die happel dood is. Die had heel wat met hem uit te staan. Maar Kijnkeloen und voetbal spelen. En er weer samen tegenaan. Want Willem, dat is een legende. Het mooiste. Het mooiste dat Feyenoord overkwam. Die zijn gelijken in bekende. Het pareltje van Rotterdam. Pam, pam. Juist, pam, pam. Pam, pam. Hij schiet niet zo kom als vroeger. Zijn voorzet werd wat minder snel. Niet meer die pikkelharde zwoeger. Toch missen we hem zeker wel. Want voetballers van nu zijn slordig. Ze gaan er niet meer tegenaan. Dus Willem zou ook tegenwoordig in Feyenoord 1 nog kunnen staan. Want Willem, dat is een legende. Want Willem, dat is een legende. Het mooiste dat Feyenoord ook kan. Het mooiste dat Die zijn gelijken, nimmer kende het pareltje van Rotterdam. Van Rotterdam! Zullen we maar beginnen met de actualiteit? Van Persie vrijgesproken? Ja, verbaasd. Ja. Om hem vrijgesproken te krijgen. Wil terecht. Ja? Nou, ik vond het niet. Maar ik ben wel blij dat hij niet geschorst is. Daar niet van. Maar ik moet zeggen, heet die Joris? Ja, van Bentham. Die heeft het wel heel goed gedaan, wat ik hoorde. Die heeft 100 zoveel van die filmpjes... die ze altijd uitgeven in het begin van het seizoen... van overtredingen, waar je rood is, geel is. En die hebben al die scheidsrechters. Dus. En hij heeft er een gevonden die er op leek... En er zitten gelukkig zaten de drie rechters. En niet de drie oud-voetballers, want die zijn dan eerder geneigd om je straf te geven. En die drie mensen, die hebben hem vrijgesproken. Dus dat heeft hij wel heel slim en goed gedaan. Je schreef maandag, los even dat het om Van Persie ging. Maar wel goed dat er een scheidsrechter is die in zo'n stadion iemand van een topclub gewoon een kaart durft te geven. Ja, als dat zo is, dan is het er zo, of niet? Nou ja, maar je ziet vaak dat het dan... Nee, ik heb het ook gezien bij, bij die gozer van Ajax, die middenvelder. Schöne. Die had ook eruit gemoeten. Nou, dan heb je toch weer zo'n scheidsrechter die dat denkt, nee. Laten we dat toch maar niet doen. En niet dat die Turkse jongen toevallig bij mij om de hoek gewoond heeft en zo met Klaasje samen. Want nee, dat is echt waar hoor. Dat maakt helemaal niks uit. Zeg je? Wat? Nee, die Turk die woonde bij mij om de hoek. En die was zo groot en die was een vriend van Klaasje en van die kinderen van mij. Dus die waren altijd samen aan het voetballen. Alleen die scheidsrechter kon er niks van. Daarom is hij ook scheidsrechter geworden. En dat is echt zo. Hij was 10, 11 jaar. Toen vroegen wij op het voetbalveld, zou jij voetballer willen worden? Nee, hij wilde scheidsrechter worden. En mevrouw heeft toen ook een pakje gekocht voor hem. En toen is hij scheidsrechter geworden. Ja, ze geloven het toch niet. Maar het is wel zo. Te klein pakje. Nee. Nou ja, hij was zo. Dus hij was wel dik toen in die tijd.
Dus daar ging het ging er ook. Dus er ging heel veel stof in, ja, alsnog. Hey, en hij is ook nog een soort van. Ja, jullie hebben hem toch ook nog een beetje op weg geholpen als gezin zijnde? Nou ja, zijn moeder die was toen overleden en toen was hij een beetje logisch. Dat hebben wij hem een aantal weken in huis gehad, ja. Maar dat heeft niks met zijn fluiten te maken. Dus. Nee, maar wel met jou. Dus dat is ook wel. Ja, ik was al een voorloper in die tijd om die mensen binnen te halen. Dus. Ja. Ja. En het woord Ajax, dat is al gevallen. Hè? Daar zijn we daar maar doorheen. Die gingen naar Bayern München. Ja. Toen zei iedereen, kan je net zo goed niet heen gaan. Maar jij twijfelde nog een beetje. Nou, omdat ik gewoon vind dat zij heel goed kunnen voetballen. Ze laten het ook niet altijd zien, maar ze zijn wel in staat om gewoon goed te spelen. En als ik de Beieren zag de laatste weken, dan had ik het gevoel dat het driekwart bijna op zijn laatste benen liep. Dat gevoel had ik tenminste. En dat was duidelijk te zien. En ik moet gewoon eerlijk zeggen dat ze geweldig spelen. En ik heb een groot gedeelte niet meegemaakt, want hoe gek dat ook klinkt, dat is heel kinderlijk. Maar toen ze heel goed gingen spelen, ging ik aan de tafel zitten en ik denk, ga een spelletje spelen met mijn computer. Maar achter me was de televisie aan, dus toen hoorde ik mijn zoon af en toe schelden wat voor kansen ze misten en zo. Maar dan hoefde ik dat niet te zien. Betekent dat die enorme afstand die wij elke keer bespreken, allemaal met elkaar tussen de Nederlandse topclubs en de grote topclubs uit het buitenland, dat die voor een deel gewoon in onze hoofden zit? Ja, ik begrijp het ook niet. Je ziet nou aan die gasten. Die gooien de schroom van zich af en ze gaan gewoon voetballen. En de voetballers zijn ze ondersteboven. En wij houden ons maar vast van, ja, wij hebben niet zoveel geld en we kunnen niet zo investeren. Ik zeg, dat is het minst belangrijke. Je moet het gewoon durven en willen ook. En het is hetzelfde als bij ons. Ga mij nou niet wijsmaken dat wij niet beter kunnen voetballen als dat we dat nog toe laten zien. Ik zeg van wel. En als een ander dat vindt van niet, nou, dit is zo goed recht. Maar ik zeg, zij kunnen beter voetballen als dat ze de laatste tijd hebben laten zien. En waarom doen ze dat niet dan? Ja, dat is uit angst is dat gewoon. Meer is het niet. En ik begrijp ook soms niet, ik zie het, ja, wij hebben dan de pech elke keer. We hebben een Braziliaan, dus de enige Braziliaan die niet kan voetballen. Maar die hebben wij. Wat heb je dan? Ja, maar dat is gewoon zo. Maar die Verbeek is toch beter dan dat hij is, of niet? Nee, hij is in elk geval voor jezelf. Ja, maar ja, dat is ook flauwekul. En als je helemaal niet kan voetballen, maar hij komt bij ons vandaan, dan hem opstellen. Nee, maar als het verschil niet groot is. Nee, ik vind hem beter. Ja. Kijk, en zeggen ze, toevallig zegt er iemand vanmiddag in de Kuip. Ja, maar hij speelde zo slecht tegen dat ploegje van Ling. Ja, ja. Ik zeg, maar ja, daar waren ze allemaal. Ik zeg, maar als je dan terug gaat kijken. Hij speelde in het begin niet mee. Toen is er iets of die andere geblesseerd, was hij weer die Braziliaan. En toen moest hij ineens spelen. Dus hij had al een beetje de P in, waardoor hij die wedstrijden ervoor al niet regelmatig speelde. Nou, en dan gaat hij er spelen. En dan loopt het van geen kant. Niet met hem, maar met het hele team. En dan was hij zijn plek weer kwijt. Hey, nog even terug naar dat gat tussen de Nederlandse top en de internationale top. Toen jullie voor het eerst internationaal wat gingen voorstellen. Ja. In het jaar dat jullie de Europa Cup wonnen. Want dat kwam eigenlijk ook uit het niets, toch? Ja. Nee, wij, toen wij begonnen, was in 68, 69. Ja, daarvoor waren ze ook al goed. Maar toen kregen we daarna een trainer die ervan bewust was dat zij wel aardig konden voetballen in die tijd. Want we speelden daarvoor tegen Newcastle. En toen werden we, kan ik me nog herinneren, 4-0, helemaal ondersteboven gespeeld. Het was schandalig. Je dorst niet naar binnen. Je wilde echt onder het gras door naar binnen. Want we zijn geloof ik 4 keer op vijf keer op een helft geweest. Het was alleen maar voor de aftrap. Toen hadden ze toch tegen mijn schoonvader gezegd, die rechtsback stond. Tegen je schoonvader zei, Blankenmeijer was wezen kijken en Ben Peters. En die zei, die linksbuiten kende geen ene klote van.
En die draaide Frans helemaal de neuroloog in. Dat werd helemaal ondersteboven gespeeld. Dat was ongelooflijk. En ze hadden een spits. Nou, wij hadden Laarsdroms Israël. Die kunnen heel veel aardig koppen. Ja. Die kunnen heel goed verdedigen. En zij hadden een spits. Het was voor het eerst uniek. Die had witte voetbalschoenen aan. Maar die sprong zo stuk boven alles uit. Nou, het werd 4-0, maar het had ook gewoon 10-0 kunnen zijn. Maar dan komen we thuis, 2 weken daarna. En dan ineens win je met 4-2. En dan komen die gasten er niet aan. Maar toen waren we eigenlijk wakker geschud. Want toen gingen we ook even iets anders spelen. Ja, en toen kon je gewoon tegen die ploegen opboksen. Maar dan moest je in het seizoen waarin het erom ging, ga je tegen AC Milan spelen. Daar wil ik eigenlijk nog een beetje naar terug, naar hoe dat dan ging. Want als je zegt dat het voor een deel psychologisch was, toen hadden jullie nog nooit internationaal wat gepresteerd. Toen speelde je tegen de Europacup-houder, ja, toch? Ja. Hoe ging dat dan? Nou, dat was niet zo dat je... Ja, je had ze natuurlijk wel de finale zien spelen tegen Ajax. Nou, het speelde ze Ajax, geloof ik, ondersteboven. Ja. Maar wij waren toch niet echt onder de indruk. Hoe gek dat ook klinkt, maar... Maar jij dat kwam niet, ook allemaal niet? Nou, ik denk de meesten niet. Maar ik denk ook dat het te maken heeft met je trainer. Nou, je trainer was iemand die aan iedereen de maling had. Dat was gewoon zo. En dat gaat hij toch overbrengen naar zijn spelers. En hij heeft niks bijzonders gedaan. Hij zette gewoon 2 mensen op een andere plek neer, op het middenveld. En dat was het. We kregen 7-8 minuten een bespreking wat we moesten doen. Ik ben 1 keer met hem bezig kijken naar de derby Inter tegen Milaan. Ja, toen heeft ging hij je samen heen? Ja, toen heeft hij het in zijn hoofd gehad en dat was het. En niet dat wij daar naartoe gingen, dan dacht ik, godverdimme, dat wordt wat straks. Nee, helemaal niet. En hoe ging dat dan? Want later is natuurlijk het verhaal geworden dat jullie heel vaak botsten, terwijl er wel heel veel waardering over en weer was. Maar dan was je 3 dagen met elkaar op stap. Ja, maar ik botste eigenlijk nooit met... Nou? Nee, ik botste wel eens, maar dat had meer te maken met als we heel veel moesten lopen in het Kralingse bos. Dan botsten we, maar voor de rest botsten wij helemaal niet. Nee, serieus. Nou, dat is een geweldige man was dat. Die maakte op ons maakte die natuurlijk een geweldige indruk. Ik zie het nog van de week zeggen, ik kreeg eens een filmpje in de finale van de Wereldbeker. Nou, maar hoe verzin je dat? Dan sta je als trainer en dan is de wedstrijd afgelopen. En dan haalt hij uit zijn zak een kammetje en dan zie je hem op dat veld zijn haar kammen. Dan denk ik, ja, maar hoe verzin je dat? Dat is toch gek voor woorden. Dat er hem echt niet uit. Dan win je net de Wereldbeker en dan gaat hij zijn haar dus dan de kammen op. Zonder spiegel, niks. Dus dat was toch heel gek. Ja, ik vond dat was zo opvallend. En nou heb ik je nog nooit in al die tijd over iemand horen praten in een soort van vereering, maar over hem. Over hem eigenlijk wel, hè? Ja, maar hij was heel apart soort man. Ja, ik had heel veel waardering voor hem. En ik denk dat alle spelers bij ons hadden heel veel respect. Maar het was ook gewoon... hij was ook eigenlijk een van ons. Het was ook een beetje boefjeachtig iemand... Kijk, ik lag natuurlijk wel eens met hem in de klins, maar dat zeg ik, dat was meestal dinsdags. Dan moesten we naar het bos en dan moesten we rennen en lopen. Nou, en dan probeerde ik me te verstoppen ergens. En dat, ja, maar dat deed hij vroeger zelf ook, dus je was altijd de pineut. Ja. En dan moest je weer helemaal terug en dan moest je weer terug, dan moest je dus dubbel lopen. En dan kreeg je zo de pest in. En dan liep je weg, bij wijze van spreken. Of je ging met iemand met een brommetje achterop zitten en dan denk ik, nou... En dan moest je bij het bestuur komen. Nou, dat heb ik je wel eens verteld. Er zitten er 6 bestuursleden, 8 hadden ze er vroeger. En het was heel voor hem zo. En daar middenin zat de happel. En ik zat op mijn beurt te wachten buiten bij de koffieapparaat. Nou, dan werd ik naar binnen geroepen. En dan keek ik zo happel aan. En dan moesten we lachen. Dan gaf ik elkaar een hand en dan ging ik weer weg. Dus dan al die bestuursleden die zaten daar. Maar hij,
Hij dwong je eigenlijk ook om weg te gaan, gewoon. Weet niet dat je, geen straf kon krijgen. Dat was die keer dat hij uit de tent, de trainingstent stuurde? Nee, dat was weer een andere keer. Ja. Ja, maar dat vond ik dat ik in mijn recht stond. Want in die periode verdienden niet alle spelers een salaris. Er was een jongen, die was een intelligente jongen. Linksbuiten met zo'n grote bril op. En die speelden we in de tent speelden we een soort tennisvoetbal. Dus die tent die houdt op een gegeven moment op en die heeft een veld gezet. Dus ik zeg tegen die jongen, jij speelt met mij. Dan spelen we om 2,50 een set. Ik denk, nou, als we de 3 winnen, heeft hij 7,5, heeft hij 15 gulden. Maar hij was wel intelligent, maar niet op het veld. Dus hij begreep er geen ene. Maar dan gaat die bal achter en die komt tegen die tent aan. En moet je toch begrijpen dat die bal terugkomt. En hij liep zo hard in die bal op zijn lijf, op de grond, punt. Dus op een gegeven moment kreeg ik zo de pest in. Dus ik schelde tegen hem. Dus ze zegt, Happel, nou hou je vervelende kop, want anders ga je weg. Maar ja, ik denk, ik doe mijn best voor hem om die 15 gulden bij elkaar te schrapen. En hij begrijpt er niks van. Dus toen op een gegeven moment bleef ik nog een keer doorkletsen. Toen zet hij nou op Donderstraat eruit. Dus toen moest ik uit die tent. Nou, dan moest je nog wachten op die sluizen, want dan moet je een deur in. Moet je wachten en dan kan je er weer uit. Dus ik had zo de pest in, dus ik liep naar de meterkast. En ik draaide het licht uit. Dus, maar ik ging meteen in mijn auto zitten. Zo, helemaal achterover. En toen keek ik zo helemaal in de vette naar die tent. En toen zag ik die deur open gaan. Dus ik denk, dit licht is uit. Dus dan moesten ze er allemaal uit. Nou ja, toen was de training afgelopen. Want je moet geloof ik 25 minuten wachten voordat je dat soort licht weer aan mag doen. Maar ik ging niet meteen naar binnen natuurlijk. Ik denk dat anders dan kan ik mijn lachen niet inhouden. En dan, ik heb ook niks te zeggen, dus... En dan de Kuip. Dat is de laatste dagen weer volop in het nieuws. Hier nog voor of tegenstanders? Dat is nog een jaar of 10 uur, hoor. Voordat hij er staat? Ja. Nou, dat is niet erg. Dan zijn we er toch niet meer. Nou, maar dat speelt serieus. Dat is niet alleen een grap, hè? Je hebt wel zoiets van, als ze aan die Kuip komen, dan maak ik het liever niet meer mee. Ik denk ook niet dat het doorgaat misschien. Dus, nee? Nee. Financieel niet. Nee. Hoe kom je daar dan bij? Nee, ik ben vanmiddag even in de Kuip geweest nog, om gewoon even te kijken. Dus. Nee. Nee. Ik wist niet dat ze zulke lekkere omeletten hadden. Ja. Nou, maar is het nou een gevoel? Of heb je nou zoiets, als ik nou dat nieuws in die laatste dagen volg en Jan de Jong hoor? Ja, maar ik denk dat hij wel dat meent, wat hij zegt. Dat is gewoon zo. En als dat niet voor elkaar komt, gaat het ook niet door. Dan moeten ze toch gaan verbouwen. Nou, dat had al klaar kunnen zijn in nieuw. Ja. Toch? Jij bent daar een voorstander van, hè? Van een nieuw stadion. Of begin je ook... Ja, Sjaak? Nou ja, weet je... ik denk dat die jongen wel gelijk heeft als hij zegt van... laat ze maar eens met 25 miljoen af de brug komen per jaar. Want ja, als je dat niet hebt, ja, dan loop je nog steeds zo. Ja, maar ik denk dan, als dat is 7 miljoen, dat is heel veel geld... Maar dat zal het dan wel bij elkaar te schrapen zijn. Denk ik dan, hè? Als je toch wil, dolgraag, dan... Van mij hoeft het niet, maar gewoon vandaag weer kijk en je hebt nog die zon erbij, dan is dat zoiets moois, het stadion. Dat is, het is alleen al triest. Ja, tuurlijk. Ik ben voorstander van het nieuwe stadion geweest, maar ik ben een beetje omgeturnd. Er is nu een maatschappij aan de ene kant. Er wordt altijd gezegd, we hebben een vrijheid. We hebben zoveel bouwtechnische mogelijkheden tegenwoordig. Kan dat niet? Ja. Henk, kan jij het niet neerzetten dan? Ja, maar van de week zaten we ook thuis en zaten te denken zo'n stadion. Als je nou wat meer ruimte creëert, dan kun je toch om dat stadion kun je toch ook allemaal eettentjes maken en zo. En hoe heet dat ding? Manketten of heet zo'n ding? Ja? Van die vorige twee stadions. Zetten we vast toch
schrikkelijk mooi om te zien. Ik ben ook nog binnengeroepen door die drie van die schriftgeleerden. Hoe heet die? Ja, de verkenners. De verkenners. Nou, dan moest ik gaan zitten. Wat zie jij? Ik zei, nou, ik zou zo wal bij Dortmund. Als ze die nou maken aan de achterkant. Zo groot. En dat hele, die hele bende zo op het veld komt. Nou, dat zou toch een geweldig iets zijn. Maar ik was eerder gezegd, ik was 5 minuten te vroeg, dus ik bleef in mijn auto zitten. Toen was ik weer 5 minuten te laat. Dus toen zei ze, ja, maar we moeten doorgaan, want... maar, zeiden ze, luister nou, als er nou mensen buiten staan te wachten, hè, van de kranten en zo, zeg dat het een goed gesprek is. Dus ik denk, goed gesprek. We hebben bijna niks hoeven te zeggen, alleen over die wal. Ik zei, nou, ik zeg wat ik wil en niet wat jullie willen. Ik denk, dat is helemaal niet te geloven. Hey, en was het liefde op het eerste gezicht met dat stadion? Vaticaan. Voor jou? Ja, maar dat is toch echt geweldig. Dat is zoiets moois. Ik begrijp het ook niet. Ja, ik kan me misschien wel voorstellen, maar die hebben dan andere normen. Maar als wij als spelers zijnde... Waarom allemaal tegen alle spelers heb je gespeeld die allemaal dit stadion het mooiste voetbalstadion is? Dat is geweldig. Ja, die grasmat is helemaal niet te geloven zo mooi. Als je, daarom denk ik van, kunnen wij wel zo goed voetballen? Want als je hier een bal verkeerd geeft, dan ben je ook echt een kwiebers. Dat is echt ongelooflijk. Ik heb binnenkort toevallig een afspraak met die, om te golven met die dikke. Want hij was screenkeeper geweest dus. De Erwin Beltman. Ja, ja. Ja. Is het nou echt eerlijk gezegd, hè? Nou heb je in heel veel stadions gespeeld. In San Siro, in Barcelona, noem het allemaal maar op. Is het ook in vergelijking met die stadions uniek? Jawel, ja. Ja, ik zou niet in de seizoenkaart willen hebben bij Barcelona. Als je een beetje hoog zit, dan weet jij niet wie er speelt. Dan kunnen ze je alles wijsmaken, bij wijze van spreken. Maar hier zit je zo... Zo zit het, je zit er zo bovenop. Dat is zoiets moois. Ja, ik vind het echt geweldig, het stadion. Ik heb nooit begrepen waar ze nou... ik denk, gaat dat stadion verbouwen? Toen ik trainer was, hebben ze een stukje verbouwd. Nou, ja. Toen waren ze bij de goede weg en ineens was ze weer afgelopen. Ander ding uit de actualiteit. Stond vanmorgen in de krant... Er heeft iemand onderzoek gedaan naar het verschijnsel dat als spelers moeten invallen. Ben jij wel eens ingevallen eigenlijk? Dat kwam niet vaak voor natuurlijk. Ik moest wel bij het Nederlands zelf wel een keer invallen. Wat zei ze dan tegen je? Toen zei de Bas Kessler trainer en die zei van, gaat een warming up doen. Ik zei, nou, wij denken wat ik ga doen, ik ga me douchen. Dat was echt... Dat was in de PSV-stadion tegen Luxemburg. Dan mag je 20 minuten spelen. Ja, je wil 1,5 uur spelen, omdat het eigenlijk grappig is om tegen die mensen te spelen in die tijd. Maar toen mocht Gerry Muren, geloof ik, spelen, omdat hij nooit speelde. Ja, dan ga ik 20 minuten voor tijd, ga ik er niet meer invallen. Maar jullie kennen het verschijnsel dat als je dan nu een speler hebt die 2 minuten voor tijd nog invalt, is dat dus overigens ook nieuw, hè? Dat zag je vroeger toch nooit, dat je iemand een minuut voor tijd, 2 minuten voor tijd... Nee. Nou ja, wel als ze nog een keer de premie mee konden pakken. Dat deden jullie ja, wel. Ja, dat was vroeger met... kijk, daar heeft Boskamp zijn huis doorgekregen. Die mocht altijd... voor mij mocht hij 5 of 7 minuten voor tijd mocht hij invallen. Maar dan kreeg ik weer ruzie met Blankenmeijer, want die begon weer te schelden, want Jan kreeg zijn volle premie. Dus hij zei, je krijgt bloemen voor je 25e keer dat je uitvalt. Ik zei, jij krijgt bloemen voor je 25e miskoop. Dus dat was ook weer boos. Maar nou, naar dat verschijnsel. Dus kennen jullie, dan gaat er iemand in van, of dat na 2 minuten voor tijd is of 25. En dan gaat er iemand naast hem staan, meestal is dat een keeper. Ja. En die gaat hem dan met een multimap in zijn hand uitleggen wat hij moet doen. Maar nou is ook wetenschappelijk vastgesteld dat je hersenen, zeker als je dan in die douchestand staat om in te vallen, dat helemaal niet kunnen opnemen. Dus het enige wat zo'n speler maximaal zou kunnen horen, is je 2 beginzinnen en je 2 zinnen aan het eind.
Ja. Maar ja, dat hadden ze ook aan ons kunnen vragen, dus. Had je geen onderzoek voor hoeven te doen. Toch? Nee, dat, ja, mij lijkt het ook. Maar... Ja, maar als wij dan zitten te kijken als volwassen mensen, dan denk ik dat er niet één of twee spelers zijn die zeggen, hé, opschieten nou. Ga jij lekker zitten met je map? Dit gaat er gewoon zo in, of niet? Als je niet weet, ik denk dat de mensen die bij de heer Van Gorp werken, die weten toch allemaal wat ze moeten doen? En als er één weg is, dat de andere Tony komt met de dinges van, hey, kijk even wat je allemaal moet doen. Die weten dat toch? Ja, hij werkt er, dus geen probleem zeker. Valt nooit een onvertogen woord. Nee, maar het is toch te gek voor woorden dat je 2 minuten voor tijd, dan moet je bij zo'n keeperstrainer komen en die gaat vertellen wat je moet doen. Je bent een van de spelers die erbij hoort, elke dag erbij is, die bij de besprekingen zit. En dan nog, dat is hetzelfde als elkaar zo in een scrum staan, weet je niet? Die staan 3 keer in een scrum. In de gang, in de kleedkamer en daarboven weer. Dus het is allemaal iets voor de bühne. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Alleen, er is niet ene speler die tegen die keeperstrainer zegt, ga lekker zitten jij, Schiffert. Ga jij mij nou niet vertellen als ik 2 minuten erin moet wat ik moet doen. Als ik dat niet weet, dan ben ik niet geschikt. En dat valt mij tegen van die spelers. Maar daar kunnen ze zich waarschijnlijk weer achter verstoppen. Een ander punt, we hebben weer een poll uitgezet, hè? Die poll, een van die de boel in de maling genomen heb? Nee, bij het UWV. Nee, wat voor poll? Oh, nee, die... Nee, gewoon oh, ik dacht die poll die vrouwelijke pleeg had. Nee, en... hoe noem je dat? Dat je een vraag stelt en dat mensen kunnen reageren. En die ging over Frans Sol. Bij FR12 hebben we dat gedaan. En die ging over Frans Sol. En de vraag was, zou dat een versterking voor Feyenoord zijn? Nou, dat legt eraan wie er weggaat. Als de spits weggaat, dan is hij wel bruikbaar. 75% van de mensen vond dat. Ja. Ik heb dat ook gezegd een tijd geleden. Maar er moet wel Jurgensen weggaan. Nou, dus heb het geen zin. En dan zou Vente niet goed genoeg zijn? Ja, maar dat blijkt op dit moment niet het geval. Of je moet zeggen, ja, Jurgensen is wel wat beter als Vente toch, ja. Of niet? Nou. Ja, maar als die weggaat... Want dat ja, maar is... dan moet die jongen een wedstrijd of 10, 12 achter elkaar spelen. Maar niet als je tegen Sparta, die wedstrijd die met 7-1... En ik moet zeggen, hij deed het geweldig, die bal die hij neerlegde. Een hele moeilijke bal en die kopte die zo... Ja. Zo, echt, was echt een mooie actie. Maar als ik hem nu zie, dan denk ik, ja, als je 2 goals of 3 goals maakt tegen Gemit, ja, dan ben je niet echt een vaste basisspeler voor Feyenoord. Het is hetzelfde met die linksbuiten, die zag ik spelen tegen Gemit. Ik denk, nou, als ze die niet opstellen, dan stellen ze hem op. Nee, dan komt onze vriend Toornstra, die gaat linksbuiten lopen. Ja, ik begrijp... Nee, Ajoep, die moet wel echt heel iets ernstigs gedaan hebben. Wil die invallen? Nee, dat begrijp ik helemaal niet. Die ga je kopen en je stelt hem niet op. Ja, maar waarom is hij wel goed bij Utrecht? Waarom is Amrabat wel een goede speler bij Utrecht en bij ons niet? Dat is toch gek? Ik heb Lassen heb ik heel veel gevolgd, hoor. En die speelde bij de Sterren van de Hemel. Zelfs die Turk die nu weg is... Die speelde bij Heerenveen ook geweldig. En bij ons is het helemaal... Schoot hij al die ballen tegen het ballenrek. Ja, maar je kan ze ook misschien iets ja, anders vormer. Laten. Ja, wat? Ja, Vormer wordt hier gezegd. Vormer? Is hij van de Brugge? Nee. Ja. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen... Toen ik trainer was bij Utrecht, toen kwamen ze ook vragen of wij hem wilden hebben. Toen zei ik ook, nou nee, wat moet ik met die gozer doen? Eerlijk gezegd. En ik vind hem nog, nu vind ik hem nog niet bijzonder. Zijn de scouts al? Nee, wat ik wel gek vind, die gozer die ook bij Brugge speelt, die kostte 1,5 miljoen, die buitenspeler. Die nu bij het Nederlands elftal zit, is toch een hele goede speler. Hij heeft zijn naam veranderd. Ja. Maar hij heeft nou een beetje Nigeriaanse tussen... Ja, je maakt het wel allemaal makkelijk, die gasten. Maar is toch een hele goede speler als je die ziet. En bij Brugge speelt hij ook heel goed. Kijk, en Vormer zie ik bij Brugge. Die mag alle vrije trappen nemen, alle corners nemen.
Die hoeft niet echt meteen druk te zetten, te jagen niet. Dus je hebt het daar eigenlijk wel makkelijk. Nee. Bij die laatste goal, daar hoort nog een verhaal. Dat was de UEFA Cup finale tegen Tottenham, zei Peter ook net. Maar Lex wilde hem nemen, hè? Ja. Toen zei ik zeg, ga nou vast naar de midden, dan schiet ik hem er wel in. En toen liep je ook zo relaxed weg, want daarom liet ik dat stukje ook erin zitten van die goal van Joop van Dalen in die wereldbekerfinale. Daar zie ik je achteraan springen en bij die goal van AC Milan was je ook heel blij, terwijl later, dat zag je ook bij dat WK, zag je je nooit meer juichen. Nou ja, het was WK. Dit was Feyenoord dus. Ja? Dat scheelt ook iets. Ja. Was dat veel belangrijker? Ja, maar dat is logisch. Nou ja, als je een WK-finale speelt. Ja, maar ja. Dat is natuurlijk wel, leuk, tuurlijk. Maar je club, dat is het. Hadden jullie ook veel onder elkaar eigenlijk in dat elftal? Nou, dat was wel. Er waren wel soms nare gasten bij, ja. En dan hadden wij wel een aardige verdedigers die ook toevallig bij die selectie zaten. En die gaven er wel eens ineens iemand een schop. Dat losten jullie onder ook, elkaar op? Ja, maar ook als er... ik heb me wel herinneren, we zaten vlak voor een wedstrijd Ajax-Feyenoord of Feyenoord-Ajax. Maar ja, dan hadden wij toch een aantal spelers die er toch graag ene schop wilden geven dat hij niet meedeed. Dat zat gewoon hier opgesloten een beetje. Dus ik denk, ja, dat kan niet, maar dat gebeurde wel eens. Gewoon op de training bij het Nederlands elftal. Ja, nou ja, dat kan toch gebeuren. Dat deed je ook. Dat had je ook wel eens thuis. Iemand van jullie nog over een van die filmpjes of over iets anders? Ja, dat zou niet mijn assistent worden. Nee. Maar hij heeft wel een geweldige prestaties geleverd, maar het is niet mijn persoon. Dus dat zou je ook niet, ik zou niet met hem kunnen werken. Ja, maar als ik hem zie op de televisie, dan blijf ik niet kijken. Nee, want hij heeft het altijd maar over ik en ik en ik dit en ik. En als ik hem dan zie staan van de vorige week, dan stond hij daar bij die andere, weet je, die goochemert, die Van Gelder. Nou, en dan staan ze, kijk eens, er loopt iemand die zwaait naar je. Nou, en dan is hij met jou aan het praten en dan komt er een speler langs van Bayern München. En die pakt die laat hij jou gaan en dan pakt hij die gozer het vast. En dan denk je, ja, nou ja, ik zou zeggen als ik er sta, zoek het lekker uit. En kijk, Louise, die zwaaien naar je. Ja, nou ja. Of dat nou zo belangrijk is, weet je niet. Nee, ik ben vroeger één keer met hem wezen eten, met zijn vrouw en mijn vrouw, en toen heb ik betaald. En daarna hebben we niet meer gegeten. Maar ik moet wel zeggen... Wat heb je gegeten? Dat was bij Spaar Wouden, bij zo'n heel klein, daarom vergeet ik het nooit meer, zo'n heel klein zaakje was dat, beneden zo, zo'n watertje. En toen kwamen we er wel eens tegen. En toen zeg ik, hey, we zouden nog eten. Laten we anders naar McDonald's gaan of weet ik het, Burger King. Ik zeg, dat is niet zo duur. Maar als dat het zou zijn, weet ik niet. Maar het is nooit gebeurd meer. Nee, maar hij zal best een hele goede trainer zijn. Maar wat vond jij zelf leuk om hoofdtrainer te zijn? Wat vond je dan leuk aan? Hoofdtrainer. Om zelf mee te spelen een beetje nog. Dus
Huh? Ja, ik was niet echt... Nee, het was niet zo dat ik dacht van dat is mijn dat wordt het voor mij. Nee, ik was lekker bezig en ik hou van het spel. Ik zat ook te kijken als denk ik, jullie als een liefhebber. Ik kon ook van anderen soms genieten, dus... Maar ik hou wel van het voetbalspel. En dat was hetgeen wat ik vond in die tijd. Dat wij ook moesten laten zien dat we konden voetballen. En niet meer altijd dat wij alleen maar konden werken. Nee, we konden ook voetballen. En ik had dan ook dat geluk, en dat was het ook, dat je in die periode ook een aantal hele goede spelers had. Alleen, die waren nog niet bezig met, hey, kom maar op jullie. Nou, dat vind ik wel weinig nog. Dan wordt het talent aangekocht en hij maakt de spelers niet beter. Wat denk je daarover? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zat bij een amateurclub in Utrecht en toen ging ik naar Feyenoord. En toen gingen wij gewoon trainen en deden we ook gewoon een spelletje van 4-2. En toen moet ik zeggen, toen schrok ik me eigenlijk ook 3 slagen in de ronde. Toen ben ik op een gegeven moment maar weggelopen. Want ik denk, ik ga mijn ballen halen. Want anders ga ik misschien schelden of zo, of wat dan ook. Maar dat was in het begin was dat echt droevig om te zien. En zij dachten, als het een hakje is, dat een goede bal is. Nee, dat is een noodoplossing in wezen. En wij speelden in die tijd met Happel, speelden wij, en dat is echt geen bluf, speelden wij het beste voetbal wat er was. Als team waren wij in die periode echt geweldig. Dat meen ik. Wij konden zo goed positiespel spelen. En niet de positiespel wat je nu ziet. Van een soort spelletjes die pingpong naar elkaar toe achter spelen. Nee, je had altijd intentie om zo snel mogelijk een kans te creëren. Ja, en dat is nu helemaal niet het geval. Want ik zie ze al 4 jaar lang. Congelo en Verbeek, die zag ik al in het begin al. Staan op eigen helft zeggen we hebben balbezit. Ja, maar je doet er geen ene klote mee. Je speelt alleen maar een bal. Heel slecht naar elkaar toe ook nog. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat die trainer zegt... Ja, nou ja, als ik eerlijk moet zijn... verbaast het mij wel dat er niemand van langs de lijn... ook de speler zelf niet zegt van... hey, luister nou, wij moeten daarheen, dus speelt die bal alsjeblieft voor me... en niet achter me, waardoor ik elke keer 3 handelingen moet doen om in die richting te komen. En als ik die bal hier krijg en er komt iemand aan, nou dat is lekker, dan speel je hop, 1, 2, of je bent erachter. En zit je in nood, weet je dat er achter je een keeper is nog. Maar wij spelen gewoon al elke bal zo, dat is echt verschrikkelijk. Nee, waar ik wel nieuwsgierig ben, dat ik denk dat ze beter kunnen spelen als dat ze laten zien. Dat is het enige wat mij steekt. En niet zeggen van, dat kunnen ze niet, dat kan me niet voorstellen. Nee, dat niet. Nee. Ik zou het niet willen. En waarom willen ze dat niet? Ben je verder rijk? Nee, ik... Nee, kijk, als je de paai nu ziet, zie je wat voor speler het is. Ik moet zeggen dat hij nu functioneert hij redelijk goed. Maar dat komt dat hij alleen maar met zichzelf bezig kan zijn. En niet meer, zou ik zeggen, 4 combinaties of zo. Want je kan 120 keer naar voren gaan, maar hij geeft hem toch niet. Maar nu dat hij alleen daar staat in de punt, dan zie je dat hij sterk is en hij hoopt dat. En dat vindt hij leuk om te laten zien. Nou, dan is hij heel moeilijk van die bal te krijgen. Ja, maar ik geloof het niet. Nee. Ja, maar kan mij toch zelf, die gozer nou naar Overmaars gaat en hij komt bij zijn Rolls Royce. Ja, nee, ja, maar wat is je mij dat nou? Ja, maar dat zeggen wij dan. Maar aan de andere kant geloof ik dat ook niet. Dat het is, nee. Ja, maar er zijn ook zat spelers die wel naar het buitenland gaan en die wel goed functioneren. En hij komt dan met verkeerde mensen, niet dat het criminelen zijn, maar met verkeerde mensen.
die niet tegen hem zeggen, hé, nou ga je godverdomme eens gewoon normaal doen. Kijk, dat wil ik wel zeggen. Als zij dat soort gasten in de tijd van Israël Lazaroms bij Feyenoord zaten, nou dan... Kijk, wij hebben spelers gekend, of het nou Rijsbergen, Jan Wouters of noem maar op, die eigenlijk nu in die periode de mensen waren, maar die hingen aan het hek en die zaten te huilen. Rijsbergen zat twee keer in de week, wat wij noemden hem in die periode Waterlanden, zat hij te huilen in de kleedkamer. Omdat hij op zijn godverdomme kreeg. Als je liep te klooien. Nou, en nu is het alleen maar allemaal als je nu een bal speelt met iemand. En die gaat 10 meter over je heen en dan gaat die duim omhoog. En dan denk ik, ben ik nou blind of niet? Ja, maar dat is toch te gek voor woorden? Hij blind is van Ajax, hè? Ja, maar die kent ook... Nou, daar heb je wel gelijk in. Dat moet ik wel weer kennen. Nee, maar dat is het gekke juist. Ze zijn allemaal heel aardig voor elkaar. En daar werkt iedereen mee. Ook de pers werkt daar mee. Vroeger had je vervelende gasten, hè? Dick van der Polder en zo... die wel verstand van zaken had, en die pakte je gewoon aan. En daar kreeg je ook een beetje de pest in. Maar nu proberen al die gasten vriend te zijn met die spelers, want dan horen ze er een beetje bij en zo. En... Hij kijkt naar mij, hè? De pers heeft een grote invloed, omdat ze kunnen niet meer... Vroeger op het veld, dan riep je misschien naar voren links, ja, riep je alles. Nu doen ze de hand voor de mond, als ze met elkaar zeggen, niet alleen om die corner te nemen, maar ook van, als je in veilig klootzak, maar dan gaat het nu zo, want anders wordt het weer uitvergroot op tv. Dan houden die jongens... Nou, dan wordt het toch... Als het veld gaat, dan worden ze toch... Nee, de gasten die niet goed bij zijn, die gaan zo zitten praten. Ja. Dat is het probleem. En de anderen, die praten gewoon met elkaar. Zijn er weer een paar gekomen en die zijn weer dit gaan doen. En dan denk je, nou, ben je nou goed wijs of niet? Ja. Maar ze houden er al zoveel rekening mee, want ik ben... Ja, maar ik denk dat het meer interessant doenerij is, als dat ze er rekening mee houden. Maar dat gaat toch ten koste van het spel? Nou, dan weet ik niet of dat ten koste gaat. Maar meestal doen ze het na afloop, toch? Zie je ze weglopen zo allemaal en... Ja. Maar ze houden er voor wat rekening mee, maak ik wel geen doelpunt. Nee, de paai heeft dat gedaan toen. Die had ze eerst in zijn shit uit. En waarom? Omdat hij zo'n grote leeuw op zijn rug had. Ja. Nou, dat heb ik alleen geschreven. Maar als hij 50 is, dan is het nog een welpje. Want dan zit hij helemaal in elkaar gefrommeld. Dat is, let maar op, altijd de eerste hop. Nico? Ja. Nou, er kwam niet alleen spelers, maar Bep van Klaveren kwam. Ja. Ja, maar er werd niets anders als over het voetballen gesproken. Als wij naar huis reden, Jans en ik woonden in Ambacht. En dan waren we eigenlijk weer de wedstrijd terug aan het draaien. Wat er allemaal fout is gegaan, maar wat ook bij ons fout is gegaan. Zo was je altijd met het voetballen bezig. En nu, ik heb dat bij het Nederlands Elftal ook meegemaakt. Er speelde toen in die periode zat Overmars erbij. Maar die wisten nog geen eens tegen wie ze moesten spelen. Ja, en hij is nu, technisch directeur bij Ajax. Dus zo slim hoef je eigenlijk niet te zijn. Toch? Maar dan krijg je ook altijd wel 6 op de kamer. Die is wel een voetballer op de kamer. Nou, wij hadden wel heel veel gasten die... Maar dat was ook, zou ik maar zeggen, die nu trainer is bij PSV. Dat hadden we, die zat er ook altijd bij. Als we bij het Nederlands Elftal, Ruud van Nistelrooy, dat soort gasten. Die zaten we altijd bij elkaar en dan over het voetballen praten. En de rest had ik het gevoel, die zat PlayStation te spelen. Dus. Ja, hij lacht, maar dat is wel zo. Want ik heb wel een speler onder een douche moeten zetten. Die was verdronken als een aap en dan moest ik eerst over allemaal kabels heen van PlayStation dingetjes. In Wit-Rusland was dat, geloof ik. En die vond dat hij in de steek gelaten werd. Die zat met een cd, ik weet niet van wie het was, maar die zat zo in een cd. Ik zag ineens ergens onder de deur, zag ik allemaal die kleuren. Dus ik deed die deur open en dat was een soort discotheek. Dus ik loop naar binnen en zie ik die speler heel alleen zitten zo, met een dvd in zijn hand zo.
Ik begon nu te huilen, want hij zegt, ze hebben me in de steek gelaten. Ik zeg, kom op, godverdomme, naar boven. Gauw, want anders als de trainer komt, dan krijg je op je flikken natuurlijk. Nou, toen moest hij weer zo over alle kabels heen en onder de douche gezet. Toen was hij weer al zijn pasjes kwijt. En, nou ja. Ik denk, dan word je toch helemaal gestoord van die gasten. Leen van Popering zit hier. Vind je het goed om heel even te gaan staan? Want jij bent namens Sjaak van Goren van Orange Motors feitelijk de gast hier in Brasserie de Rotterdammer. Dus het zou wel leuk zijn als je het publiek nog even vertelt waar het hier eigenlijk om gaat. En wat ze straks te eten krijgen. Ja, dames en heren, fijn dat u hier natuurlijk bent. Ik ben enorm trots dat het hier allemaal plaatsvindt. We zitten hier al een aantal jaartjes en ja, zowat iedereen die is al een keer eerder zo'n beetje geweest. Wat we wel gaan doen, natuurlijk weer lekker op z'n Rotterdams. Dus zometeen bij de borrel hebben we wat stukjes kibbeling als borrelhap. Dus, maar lekker vers, dus het is hartstikke goed. Dan natuurlijk gehaktballen in stukjes gaan we doen. Speklappie met ook allemaal vers en huisgekneed, gekruid, helder, noem het maar op. Dus ik zou het heel fijn vinden dat u lekker blijft nahangen, borrelen. En mochten de gasten zijn, zeg ik, nou, daarna wil ik nog even wat eten. We hebben top draadjesvlees met top bier. Boven de bar zit u hangen hopranken, hopbellen. Die zijn net geplukt. En ik ben nog zo'n mannetje die 240 kilometer naar het zuiden rijdt in de westhoek van Vlaanderen om die hopranken te halen. En boven de bar te hangen, want dat is in de streek Poperingen, wat mijn achternaam draagt. Dus dat hou ik altijd een beetje in ere. Ik geef jou weer de microfoon, maar ik hoop op een gezellig samen zijn met elkander op deze heugelijke middag met Willem. Leuk dat je er bent. Sepp, ik had ook zo'n soort bril. Ja. En toen zei er, ik weet niet wat ze zo in, maar zeiden er wel eens mensen van, Willem van Hanegem, zou ik op het terras hier op de middag zo? Ja. Nou, het is ook één. Nee, weet ik niet, maar echt. Ik had een zaak op de ik had vroeger. Jij was nou maar een speksteen. Dat was echt zo. Ja, dat was echt zo. Dus dat wilde ze. Oké. Jij kan niet voetballen. Steve? Ja, mag ik even? Ja, ik wil nog heel even inbreken, jongens. Ja, ik doe het ook. Ik doe het ook. Ja, ik luister zo graag naar Willem. Dat is echt ongelooflijk. We zitten hier ademloos de hele middag al. Honderden ideeën komen er tevoorschijn en over Feyenoord, over de Kuip. Ik moest nog wel over dat invallen. Dat geeft mij ook van alles. Ik ging vroeger veel met een vriend naar het amateurvoetbal kijken. Hoe lager, hoe beter. Vond ik altijd leuk. Legendarische wedstrijd, steeds volhardend tegen steeds hoger. Die speelde reserve tweede klasse, geloof ik. Maar er was ooit een voetballer bij de Mussen op de Oldegaarde. En die die kreeg ook opdracht van de trainer om te gaan warm. Loop jij je maar even warm. En die ging warmen en na 20 minuten liep hij nog. En die liep telkens voor ons voorbij. En op een gegeven moment ging hij naar de dugout. Na een minuutje of 25, toen zei die trainer, ik ben klaar. En dat vond ik zo ontzettend sneu, vond ik dat echt. Een invallen blijft een sneuwe boel. Anyway. Over de Kuip. De Kuip. De oude Kuip. Dus er komen veel sentimenten naar voren. Ik heb met de Tunes het geluk gehad om tijdens 75 jaar bestaan van de Kuip op de eretribune te mogen spelen voor een heleboel bobo's, maar ook voor een heleboel leuke mensen. En er zat zelfs ook nog een delegatie, dat was dan minder, delegatie uit van Hunnie. Zat in de. Maar ik had toen een lied geschreven voor 75 jaar Kuip. Ik zal het even eerst een stukje spelen. Het ging over de eerste keer dat ik in de Kuip kwam, in 1963. Ik weet nog goed, we speelden tegen DWS. Mijn pa die had me naar de wedstrijd meegenomen. Er zaten dubbel U en ik was nog geen zes. Een volle Kuip, daar kon je slechts van dromen. Ik zag daar Peertje Koen en ook Eddie PG. We verloren met 0-1, maar daar zat ik echt niet mee. En dat is waar gebeurd, verloren met 0-1. Die wedstrijd 1963. Ik kom uit hetzelfde bouwjaar als Peter Houtman, dus ik heb het nagezocht. Ik weet niet precies wie er scoorde. Maar het was voor mij een fantastische ervaring. En toen had ik die tekst ingestuurd aan dat organisatiebureau.
En toen kreeg ik een mail terug met de vraag, wie of wat is Beertje? Ja, en toen heb ik een vlammende e-mail teruggestuurd van, als je niet weet wie Beertje is, dan verdien je het niet om het feest van de Kuip te organiseren. Maar dat was een lege. Maar het, de Kuip is ook bij mij, want dat was het eigenlijk het refrein. Misschien kunnen we even meezingen. We houden van de Kuip, moeten jullie meezingen. We houden van de Kuip, de mooiste van Europa. We houden van de Kuip, die burcht van glaas en stal. We houden van de Kuip, die is nu zelf ook opa. Kuip is 75 jaar en van ons allemaal. We doen het nog een keer. We houden van de Kuip, de mooiste van Europa. We houden van de Kuip, die burcht van glas en staal. We houden van de Kuip, die is nu zelf ook opa. De Kuip is 75 jaar en van ons allemaal. Dat was het, ja. Oké. Okay. We sluiten af, jongens. We gaan langzaam aan de borrel. Ga je mee naar het stadion? Naar de club van rood en wit? Zoek een plaatsje in de waar je zo gezellig zit. Kijk, ze komen op het veld. Een geluid uit duizend kelen, want je staat ervan versteld. Als de sterrenploeg gaat spelen, dan is altijd wat je hoort het lied van Vuijen. Hey, hand in hand, de kameraden, hand in hand. We vijen er één, geen woorden maar daden. Leven Feyenoord 1, hand in hand, de carbonade, hand in hand. Voor Feyenoord 1, geen woorden maar daden. Leven. Wie kent het tweede couplet? Wat een spanning, wat een strijd. Kijk, de bal rolt langs de lijn. Heel de Kuip die gaat tekeer. Bij een dribbel van Koen Molijn. En zijn Beertje, heel wat mans, geeft een paas om niet te missen. Van de Gijp, grijp nou je kans. Laat die keeper nou eens vissen. Dan wordt er dan gescoord. Dan brult heel Feyenoord hand in hand. Carmenade, hand in hand. We feiern er één, geen woorden maar daden. Leven fijn door één, hand in hand. De carbonade, hand in hand. We feiern er één, geen woorden maar daden. Leven fijn door één. Hoi, dankjewel. Steve Voorden, Peter Houtman, Matthijs Vechter van het beeld, Dirk Jan van het geluid en Willem van Aneren. Top dat jullie er waren. Hapjes, drankjes. Maak er nog een fijne middag van.